Op de drempel van 2016-2017 praten wij natuurlijk ook met de deelnemer, onze burgemeester Hogedoorn, actief in de ATB-wedstrijd. Ja, burgemeester, hoe kijkt u sportief gezien terug voor uzelf op 2016? Het was wel een leuk jaar sportief gezien. Best wel veel op de fiets gezeten. Ik zit dit jaar ook wel wat meer op de fiets dan vorig jaar nog weer. Overigens wel meer op de racefiets dan op de mountainbike. En dat merk ik ook met deze wedstrijden. Je komt al erg veel techniek bekijken en dat is wel een beetje in mijn nadeel. En op de racefiets kan je gewoon knallen vooruit. Dat komt allemaal niet zo krap. Maar het is wel mooi trouwens, op zo'n technisch parcours zitten. Ik vind het wel mooi, alleen ik merk dat ik de techniek niet goed beheers. We hadden even terug op de wegwedstrijden. We hadden natuurlijk de burgemeesterskampioenschappen. Ja, het jaar daarvoor, 2015, was er een podiumplek. 2016 was dat niet haalbaar. Nee, er waren nogal wat nieuwe deelnemers, wat jongere deelnemers. Degene die nu kampioen is geworden was nog maar 2 maanden burgemeester. Maar dat is wel echt een goede wielrenner. Dus de congresje werd zwaarder. Nou, het zei zo, volgend jaar gaan we gewoon weer tegenaan. Ik ben bezig om te zorgen dat het Nederlands kampioenschap en de streetrace, want dat viel nu eigenlijk een beetje samen, hè, vrijdag en zaterdag. Dat verder uit elkaar komt te liggen, daar kan ik wel, waarschijnlijk wel wat invloed op hebben. Zodat ik wat meer voluit mee kan doen met beide wedstrijden. Ja, dat je op beide evenementen kunt focussen. Ja, de ATB-vereniging, een bruisende vereniging. Naast dat u zelf meefiets, kunnen we ook constateren dat al die activiteiten die zij dit jaar hebben georganiseerd, ja, goed en mooi verlopen. Ja, het is gewoon een feest eigenlijk. Als je ziet hoe de streetrace gewoon echt een fantastisch evenement is. Maar ook de activiteiten die hier altijd plaatsvinden. Het is altijd een sfeer op dit parcours. En ik verheug me er nu alweer op om 30 december ook weer bij te zijn. Ja, bij de clubkampioenschappen, wie weet wat dan de klassering gaat worden. Dan gaat u sportief 2016 afsluiten. Heeft u voor zichzelf alweer doelstellingen neergelegd wat u wilt gaan fietsen? Voor het komende jaar? Ja. Er is sprake van dat ik met een groep mee zou gaan doen hier uit Oldebroek-Elburg voor... Hoe heet dat? Ronald McDonald's, geloof ik. Dat schijnt 500 kilometer te zijn op de tijd van 24 uur. Daar hebben ze me voor gevraagd of ik dat mee wil doen. Dus ik moet het komende jaar ook wel gaan trainen om wat langer op de fiets te kunnen blijven zitten. Ik ben eigenlijk wel van plan dat gaan doen. Ik heb dat min of meer al toegezegd. Ja, dat is de uitdaging die u met Marines van Hulde verzorger van Ovios bent aangegaan. Ja, u weet er blijkbaar al meer van. Dat klopt. En ik heb ook het plan eigenlijk om met Cyclo mee te gaan, dat rondje rond IJsselmeer. Want het is... Het zou de 25e keer zijn dat Jan Zoonbeeld dat dan rijdt. Overigens is hij een beetje in de kreugels sinds een paar weken. Maar ik geloof dat hij vast van plan is om volgend jaar weer op de fiets te stappen en dat dan te doen. En er is sprake van dat ik daar dan ook mee ga. Dat is geloof ik 350 kilometer. Als ik dat zo hoor, dan zijn er sportief behoorlijk wat uitdagingen. Het burgemeesterskampioenschap, NK Street Race, 2 grote tochten die u wilt rijden. Dan, ik zou zeggen, gaat u ook de komende dagen rustig genieten. We zien u bij de clubkampioenschappen. En uiteraard 7 januari ook weer in de competitie hier. Absoluut, zeker. Bedankt. Ja. U ook bedankt.